Dit programma wordt je aangeboden door de Kamer van Koophandel Brabant. Zonder het te beseffen krijgen miljoenen mensen wereldwijd elke dag te maken met producten van Brabantse bodem. Vandaag zijn we in de gemeente Veldhoven. Veldhoven is in ruim 50 jaar uitgegroeid tot een middelgrote stad met ruim 44.000 inwoners. Er zijn drie belangrijke industrieterreinen: Habraken, Zandven en De Run. De Run is een bedrijventerrein waar ruim 200 bedrijven werk bieden aan ruim 11.000 mensen. We zijn op de run 4463, waar we een kijkje nemen bij Baks Foods. Dit bedrijf is in 1981 opgericht door de heer Baks en maakt 90% van alle huismerksaté die in de Nederlandse supermarkten ligt. Oftewel 3 miljoen kilo saté per jaar. De productie van de saté start met het mixen van de specerijen volgens geheim recept. Of eigenlijk recepten, want ieder huismerk heeft een eigen recept. Hier start de vleesproductie. Bevroren blokken kipfilet van elk 20 kilo worden op de machine gelegd. Deze krachtige machine trekt het bevroren vlees uit elkaar tot grove stukken. De kipfilet is nu fijn gemalen en van min 8 graden naar min 4 graden gebracht. Het vlees komt via een lift in de mengmachine terecht, waar het vlees door middel van stoom binnen een aantal minuten van min 4 naar 8 graden wordt verwarmd. Door de stoom komen eiwitten vrij. Vervolgens worden de specerijen toegevoegd. De machine mengt in 20 minuten het vlees en de specerijen tot een vleesdeeg. Na één nacht in de koelcel gaat de productie verder. Het vleesdeeg krijgt een vorm en er wordt een stokje ingeschoten. Het vlees wordt gegaard bij een temperatuur van 72 graden. Hierdoor wordt de houdbaarheid verlengd en de kwaliteit gewaarborgd. Aan de andere kant van de lijn valt de saté in de schone ruimte, oftewel de high care afdeling. De saté wordt nu eerst teruggekoeld naar 4 graden. Ondertussen wordt de saus gemaakt. In een grote ketel van 500 liter worden water, pindakaas en kruiden 20 minuten gemengd en gekookt. Ieder huismerk heeft een eigen recept. Alle sauzen worden opgeslagen in ketels boven de inpakafdeling. Uit een rol doorzichtige folie wordt het bakje gevormd. Dan wordt de satésaus ingespoten en handmatig worden er 3 satéstokjes ingelegd. Dan wordt het pakje dichtgesield met de bedrukte bovenfolie, inclusief het logo van het huismerk, en spuit een printer de uiteindelijke houdbaarheidsdatum op het pakje. Na het inpakken gaan de dichte dozen via een lopende band door een metaaldetector. Dit is een extra voorzorgsmaatregel om zeker te weten dat er geen vreemde objecten in de saté terecht zijn gekomen. De dozen worden nu in een vriescel geplaatst waar door middel van koude luchtcirculatie de saté wordt geschokt naar min 35 graden. Na één nacht wordt op dag 4 aan de andere kant van de shockcel het eindproduct op pallets gestapeld en in vrachtwagens geladen die de saté naar de distributeur brengt. Als u saté eet, dan kunt u er bijna van uitgaan dat u weer zo'n mooi product van Brabantse bodem eet. Daar kunnen we trots op zijn. Thank you.
Dit bedrijf uit Best maakt deel uit van de grootste schoenenfabrikant ter wereld en is marktleider in de Benelux op het gebied van industriële schoenen. In Best zit het hoofdkantoor. Jaarlijks ontwikkelt en produceert het bedrijf meer dan 700.000 paar veiligheidsschoenen en 1 miljoen paar sokken. Dit is Van Brabantse Bodem, Bata Industrials. En dit is de schoen die wij vandaag gaan volgen. De Trax 213 maat 44. De gehele productie start in de opslag. Vanuit de hele wereld komen hier de verschillende onderdelen binnen. De krat is verdeeld in een linker- en een rechterschoengedeelte. De krat correspondeert met een nummer. Die nummers zijn heel belangrijk, want gedurende één productieproces van 25 minuten kunnen maar liefst 15 verschillende artikelen worden geproduceerd. Op dit moment is nummer 5 de linker en 6 rechterschoenmaat 44 van dit artikel. De schoenkap gaat nu eerst op de leest. Dit is de eerste bewerking op de lopende band. In de leest zit een chip met alle informatie van welke onderdelen de schoen voorzien moet worden. De schoenkap bevat een stalen neus. Hier wordt de neus nog even extra aangedrukt. Voor een perfecte pasvorm wordt de schoenkap verwarmd. Dat gebeurt hier in de heatsetter. Deze robot ruwt het leer aan de buitenkant van de schoenkap. Hierdoor heeft het leer straks een betere hechting met de tussenzool. Kern van de productielijn is de carrousel. Er kunnen 15 artikelen tegelijk op de carrousel bewerkt worden. Een sproeirobot spuit lossingsmiddel op de mal, zodat de schoen straks hier gemakkelijk uitgaat. Deze man legt de loopzool in de mal. Vervolgens wordt deze verwarmd. De tussenzool bestaat uit polyurethaan, afgekort PU. De receptuur van de tussenzolen ligt opgeslagen in deze tanks. Net als de kleurstoffen is ook de PU aangesloten op de productielijn. Hier wordt de vloeibare PU in de mal gespoten. Eventuele ruwe restanten van het aanspuiten worden hier handmatig verwijderd en de schoen wordt gecontroleerd. Vervolgens worden de schoenen afgekoeld voordat ze de verpakking ingaan. Een laborant test de partij schoenen steekproefsgewijs. Veiligheidsschoenen moeten voldoen aan de NISO 20345 veiligheidsnorm. De schoen is dik in orde. Op naar het laatste stadium. Hier wordt de schoen helemaal afgewerkt, nagekeken en voorzien van een inlegzool. Het laatste stadium in deze productielijn is het inpakken. Inschaft 5 en 6 staan een paar gloednieuwe veiligheidsschoenen maat 44. Vers van de pers. En zie hier, weer zo'n mooi product van Brabantse Bodem. Daar kunnen we trots op zijn. Dit programma werd je aangeboden door de Kamer van Koophandel Brabant.